Terwijl we dachten aan wat we op onze oude dag zouden kunnen meemaken, dachten we ineens aan iets dat net iets vroeger ging komen. Hoe gaan wij eruit zien over 20 jaar? Wordt Michiel nog die succesvolle zakenman die hij ooit wenste te worden? En wordt Jente nog die ene topadvocaat die al vijftallen moordenaars heeft weten vrij te spreken? Wij gingen op onderzoek en stapten dus in de tijdmachine van Michiel. Oei, ik heb wel eens te veel gezegd. We zijn nu in 2032. Ik heb het niet kunnen schoppen tot hoogleraar aan de universiteit en ik ben dus leerkracht Frans geworden. Zijn jullie de ene waarmee ik vroeger allemaal video's mee maak? Ja. Allee jong, die maken nog altijd video's of wat? Hallo iedereen en bedankt voor het kijken van deze video. Volgende week zijn we er weer met een nieuwe video. Vergeet intussen niet te abonneren. En de twee video's die je hier ziet zijn zeker klikbaar.